Hey, ik heb begrepen dat jij... Je bent nu aan het studeren. Ja. Hoe oud ben je? Ik ben 20 jaar. 20 jaar. En je bent aan het studeren. En wat studeer je? Psychologie. Psychologie? Ja. Oké, dat is een pittig beroep. En hoe lang moet je nog? Ik zit nu in mijn tweede jaar van de bachelor. Dus dan heb je tweede en dan het derde jaar van de bachelor en dan nog een master. Hey, wat ga je doen? Ik ga een stukje van Gooi's vrouw doen. En dan als Rolien. Als Rolien? Ja. En wat voor type is Rolien? Bomenknuffelaar. Tuurlijk. Ja. Ze knuffelt gewoon bomen. Ja. En dat ga jij even doen. Oké. Okay. Nou, okay. Even een klein stukje van Rolien in Gooi's vrouw. En dan lijkt het allemaal zo leeg. Zo zinloos. En op de donkerste momenten dan denk ik, ja, wat maakt het nou eigenlijk uit of ik er wel of niet ben? Ik maak toch helemaal geen verschil. Hier is Astrid als Rolien bij Dr. Rossi. Dan lijkt het allemaal zo leeg. Zo zinloos. En op de donkerste momenten dan denk ik, ja, wat maakt het nou eigenlijk uit of ik er wel of niet ben? Ik maak toch helemaal geen verschil. Ik voeg helemaal niks toe. Wat is dit? Geblekte tissues. Vier lagen. Vier lagen chloorgebleekt papier voor mijn onnozele tranen. Weet je wel hoeveel vierkante kilometer tropisch regenwoud hiervoor naar de klote gaat? Straks komen wij om in de tissues, terwijl we niet eens genoeg zuurstof hebben voor onze laatste adem. Ah. Ga maar lekker zitten.